In de kantine met aan de stamtafel een eregast. Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht. Als ik jou zie, 's avonds bij het park. Hoe luister jij eigenlijk terug naar je oude nummers, Frank? Denk je dan, oh, wat was dat goed zeg? Denk je, dat had ik nu helemaal anders gedaan? Hadden wij wel als twee blanke mannen. Ja, hey, het is zo mooi. Het is zo mooi. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Dit is een van mijn favorieten. 1985, hoe oud was ik toen? Kunnen we iets onder laten staan? 28 of zo. Mm-hmm. Dus het is voor mij eigenlijk een terugblik. Die stem en zo, nog een beetje jong. Maar het is wel mooi gedaan, vind ik. Ja, hè? Hoe het gedaan is, hè? Die stop. Wat bedoel je precies met hoe het gedaan is? Nou, het geluid. Wij waren helemaal geobsedeerd door. We wilden eigenlijk klinken zoals buitenlandse band klonk. Ja. En dat was heel moeilijk voor elkaar te krijgen in Nederland. Want het was allemaal veel behoudender qua sound, weet je. Maar dit was Jaap Eggermond. Ik zei, ik wil een heel groot sound. Nou, dat hebben we dus gedaan. En ook die overgang naar, ja, ik weet niet of het reggae is, maar zo'n ta tika ta. Oh, dat ja. Geweldig gedeelte natuurlijk. Ja. Zullen we gewoon hierna blijven luisteren? Het is overigens een soort... Ja, ja, even dan. 1 seconde nog. De wereld uit, daaruit spreekt een zekere vrijheidsdrang natuurlijk. Vrijheid ook een thema voor jou, heel erg belangrijk. Blijkt ook wel uit deze theatertour, Icarus en Phoenix. Icarus, nou ja, ook de vogel die streeft naar vrijheid, steeds hoger gaat. Loopt niet helemaal goed af met die vogel, want ja, dat zegt ook iets, denk ik, over ambitie die te veel kan zijn. Gaat het voor jou ook dat je overambitieus bent in zekere zin? Of waarom? Nou ja, Ik zou het niet weten. Icarus en Phoenix, wat is de gedachte daarover? Over dat project? Ja. Nou, het is eigenlijk zo... Ik heb een hele serie interviews gedaan, ja, met journalist, schrijver Hugo Kamps. Want hij wilde een boek over mij gaan schrijven. Maar hij zei, onlangs overleden. Onlangs, ja. Ja, ja, dat is heel treurig. Dus, even naar alle beste schrijvers, ja, denk ik, in de Nederlandse journalistiek. Ja. Ja, en een prachtig taalgebruik. Maar ja, we kennen elkaar al heel lang. En hij wilde altijd een boek over mij schrijven. Zegt hij, maar niet over de muziek. Maar dus, we hebben hele mooie gesprekken gehad. En waar we het ook over hadden, was eigenlijk dat wij, zeg maar, de westerse wereld 300-400 jaar de rest van de wereld overheerst. Hè? Denk maar aan koloniën, denk aan Afrika, Azië, overal. We hebben alles geëxporteerd, ons geloof, onze gebruiken, onze cultuur. En misschien dat het nu wel gaat kantelen, want dan zie je dus Rusland, dat zou denk ik in de Koude Oorlog niet zo goed hebben gekund. En je ziet China natuurlijk sterker worden, dus dat beter voelen dan de rest van de wereld. Kijk, die mensen voelen zich vernederd. Hè? En dat is heel belangrijk. Dat geldt ook voor de BBB. Op het moment dat mensen zich vernederd voelen of niet serieus genomen, dan krijg je hele rare dingen. Zo is eigenlijk de Tweede Wereldoorlog deels ook ontstaan. Omdat het Duitse volk voelde zich vernederd door naar die wapenstilstand, Eerste Wereldoorlog. Herstelbetaling. En daar staat er iemand op en die zegt, jongens, ik heb de oplossing, volg mij. En het ligt aan die mensen. Deze theorie en deze gedachte die je ook gedeeld hebt met Hugo Kamps, hoe vertalen die zich muzikaal? Nou, ik kwam op de figuur van Icarus. Icarus is een Griekse held. Ja. En die wilde dus naar de zon vliegen om te ontsnappen van het eiland Kreta met zijn vader. En zijn vader zei, je moet niet te hoog vliegen, want dan smelten was. En niet te laag, anders krijgen de golven jou. Maar hij was eigenwijs, hij was hoogmoedig. En daar komt van, hoogmoed komt ten val. Exact. Nou, ik denk dat wij als westerse wereld gigantisch hoogmoedig zijn geworden. En ik denk dat dat een keer gaat veranderen. Elk rijk gaat dan onder. Moet je eens over nadenken, hè? Het Griekse